VBRO nodigt artiesten uit Vlaanderen en Nederland uit in de Radioclub. Goedemiddag bij ons, de gast in de VBRO Radioclub, Sineke. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles goed met jou? Met mij gaat alles goed, ja. Zeg, mensen kennen jou vooral van je liedje Ik ben verliefd, Shalali. Ben je ook mee naar het Eurovisie Songfestival geweest van Nederland? Je was 19, dat moet een ongelofelijke ervaring zijn voor jou. Ja, dat was een ervaring om nooit te vergeten. Ik kijk er echt heel leuk op terug. Ik heb ook naar de hand van de Tros toen een heel boek gekregen met allemaal foto's. En een dvd met alle filmpjes erop van die tijd. En die kijk ik nog geregeld naar terug. Want ja, die tijd, dat maak je gewoon nooit meer mee. Het was het begin van mijn carrière. En ja, je wordt eigenlijk in het diepe gegooid. Je weet niet wat je mee gaat maken. Je weet niet wat je moet verwachten. En ik was daar. En nou, ik vroeg ook echt van... Gaat het altijd zo? Maar toen zeiden ze ook, nee, dit is niet normaal, dus hier moet je echt van gaan genieten. Maar ja, toch weet je wel, het gaat zo snel en het gaat zo snel voorbij. Dus dan is het wel extra leuk om op die dingen terug te kijken. En waar je eigenlijk momenteel ook mag van genieten, dat is van je zwangerschap, hè, Proficia? Dankjewel. Ja, daar ben ik ben heel blij. En het was ja, mijn grootste wens om dit jaar moeder te worden. En ja, het wordt... Ja, daar moet je altijd nog wel voorzichtig mee zijn, want tegenwoordig gaat het niet meer zo vanzelfsprekend meer. Dan moet je altijd maar afwachten of het je wordt gegund. En gelukkig wordt mijn wens in vervulling gebracht. En het is ook geen geheim, het is een dochtertje, hè? Ja, het wordt een meisje. Ja, nou, voor een vrouw, voor een moeder is dat wel heel erg leuk, hoor. Lekker tutten en daar heb ik wel heel veel zin in. Je kijkt er naar uit, ongetwijfeld. Zeg, en waar wij ook naar uitkijken, nieuwe singles, een nieuw album. Heb je daar tijd voor tijdens de zwangerschap of hoe plan je dat allemaal in? Nou, we hadden vorig jaar een planning gemaakt voor dit jaar, maar omdat met de zwangerschap tussendoor komt eigenlijk, moeten we dat een beetje verschuiven. Maar er komen dit jaar sowieso 3 singles uit. De eerste komt al heel snel uit, eind april, begin mei. Dat wordt ook weer echt een zomers liedje, echt voor de zomer om lekker weer mee te knallen. Daar heb ik heel veel zin in. En voor de bevalling proberen we nog een single uit te brengen en sowieso daarna. En dan willen we volgend jaar, begin volgend jaar willen we met het album komen. Want dat ja, wordt dit jaar, dan gaat dat niet lukken. Dus daar gaan we volgend jaar dan mee komen met een nieuw album. Oké, het wordt heel druk. Zwangerschap, nieuwe liedjes, een nieuw album. Zeg, mensen in Vlaanderen die jou willen volgen, kunnen zij jou ook volgen via een website of via Facebook of zo? Ja, sowieso Twitter hou ik zelf bij. En mijn website sineke.com die gaat deze week weer online. Ik heb onlangs nieuwe foto's gemaakt, dus die zijn ze helemaal aan het opfrissen. Daar staat ook heel mijn agenda op, zodat mensen weten waar ik optreed. Dus daar kunnen ze dan ook naartoe komen. Ik wens jou heel veel succes en misschien nog een korte boodschap dat je kan doen aan onze luisteraars. Ik geef jou even de microfoon. Okay. Lieve luisteraars, ik vond het geweldig om hier te gast te mogen zijn. Ik vind België een prachtig land en ik hoop er nog heel vaak terug te mogen komen en misschien u te ontmoeten. Meer videoreportages kan je bekijken via onze Facebookpagina.